vandaag testen we de Volvo 47. De bekende Brick uit de jaren 80. Deze is uit 87. 2300 motor. Handgeschakeld. En we gaan eens even kijken wat ons bevalt van deze auto. Deze auto heeft zo'n 300.000 kilometer achter de wielen. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe fris zo'n auto is na zoveel jaar. Nou, we hebben natuurlijk eerst een walk-around video gemaakt en hier toegereden. Er vallen wel echt een paar dingen op van deze auto. Hij start goed, draait redelijk netjes. Al hoor ik wel dat een van de kleppen een beetje tikt. Dus die zou eigenlijk wel gesteld moeten worden. En wat ook opvalt, als je de koppeling intrapt, die voelt heel, heel gek aan. Alsof de kabel niet helemaal tof is of zo, of weet ik veel. Kan ook een beetje gewenning zijn. En zoals je het filmpje ook wel gezien hebt, komt de motorkap zweten van alles. En ik heb gezien bij de cilinder 4 achter, is die echt nat. En bij het thermostaathuis heeft hij flink gelekt. Dat heb ik ook al gezien. De carburateurvoet lekte. Het verbaast mij, want ik dacht dat deze auto een injectiesysteem zou hebben. En deze heeft nog een carburateur. Dat heeft natuurlijk wel een aantal voordelen en een aantal nadelen. Het voordeel is, ja, als het ding helemaal goed staat, dan heb je ook geen omkijken naar. En storingen zijn relatief simpel op te lossen. Nadeel is natuurlijk zo, op het moment, ja, een injectiemotor loopt gewoon nog mooier. En daar heb je ook andere voordelen van. Start in de regel wat beter, omdat een computer zorgt dat hij gewoon optimaal draait. Nou, voor de rest, het valt me ook op dat de tankmeter die zwabbert als een gek. Nu zit hij vrij stil, maar toen de motor koud was, stond hij laag en naarmate we gingen rijden, steeg hij alleen maar. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje apart eigenlijk. Wat natuurlijk wel is, dit soort auto's, met de eisen van nu, ja, dan is deze auto best wel verouderd. Maar aan de andere kant, als ik gewoon kijk hoe die rijdt, gewoon met het verkeer meegaan is geen enkel probleem. En ik denk dat deze auto een keer echt grondig wordt nagekeken, in de vorm van kleppen stellen, boezies, verdelen kappen, carburateur nalopen, pakken weer dichten, en dat soort grappen, dan kon hij nog best wel eens een keer een stuk winnen. Wat me ook erg opvalt is dat de motor best wel schommelt in zijn rubbers. Nou heb ik wel even gekeken, de rubbers, hoe slecht zijn die? Nou, ze zijn niet helemaal doorgescheurd, maar ik zie wel, als ik gas geef, zie ik wat beweging in. En dan zal ik op een brug met een breekijzer even tussen frikken, zal ik even moeten gaan kijken van, hey, zijn ze echt helemaal door of alleen maar ingescheurd? Nou, de prijs van deze auto is ook erg laag. Dat is helemaal niet duur. Dus daar kan je echt wel voor een paar dingetjes voor repareren. En een hoop van deze auto kan je ook zelf heel goed in eigen beheer repareren. Het enige wat ik wel denk is van die tankmeter, is het slechte meter of is de zender in het tankstuk? En ja, ik weet niet precies wat die zenders kosten. Maar bij andere klassieke auto's betaal je daar toch eigenlijk best wel wat voor. Als je snel een sportief wil rijden, dan moet je deze auto gewoon overslaan. Moet je gewoon gelijk subiet wat anders gaan doen en klaar. Maar deze auto, gewoon voor de stroom van het verkeer, is gewoon geen enkel probleem. Dat gaat gewoon heel. Beetje jammer, de spitsstrook is nou open, dus ik mag niet harder dan 80. Anders komen we wat meer snelheid proberen om hoeveel herrie die maakt. Ik rijd nu zo'n 5. Maar laat ik het zo zeggen, ik kan me voorstellen, dit is het auto die koop je. Hier rij je in één ruk midden uit Frankrijk. Nou, ik heb genoeg auto's van 30 jaar geleden, maar dat niet bepaald een genoegen is om dat te doen. Want hij spoort ook goed. Ik hou hem met één vinger, hou ik hem onder controle. Dus het onderstel van deze auto is eigenlijk wel dik in orde. Dat klopt ook wel, want deze auto heeft een diverse APK. En ik zag dat ze diverse rubbers van het onderstel vervangen hebben, van de stabilisatorstang. Dus dat betekent wel dat er wel naar gekeken is.
Dus dat is allemaal wel dik in orde met deze auto. Wat ik wel gezien heb is de kilometer dagteller en de totaalteller, die zijn stuk. Die staan gewoon stil. En dat betekent gewoon dat de hele boel eruit moet. En waarschijnlijk of de mechaniek kapot. Gelukkig is niet de tellerkabel zelf kapot, maar je ziet de snelheidsmeter, die doet het al keurig netjes. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes, niet onoverkombaar, maar je moet het wel gaan doen. Kijk, wat wel een nadeel van deze auto is, hij zit in de overgangsregeling, dus je mag op benzine en gewoon mee rijden. Maar ja, echt zuinig is je niet, hè. Dit soort auto's rijden 1 op 10 zo'n beetje, bij een gematigde rijstijl. En als je ja, toch wat doorgast, ja, dan 1 op 8. En deze auto heeft de stroomlijn van een blokket op wielen. En echt licht zijn ze ook niet. Al moet ik wel zeggen, toen ik jong was met de gewone auto's, waren deze auto echt 30-40% zwaarder. Maar het idiote is, als ik een Opel Astra 1600 stationwagen koop, die is minstens zo zwaar als deze auto. Deze auto is 1260. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, hoe we ingehaald zijn door de tijd. En deze auto is een Volvo. Hij heeft wel geen airbag of ABS, maar wel kreukelzones en dat soort grapjes. En dit is wel een hele veilige auto. Hè? Ik bedoel, als jij in een Zuid-Europese auto of in een Japanse auto rijdt van dit formaat uit de jaren 80 in makkenklapper, ja, dan maak je lang niet zoveel kans om zonder kleerscheuren uit te stappen als deze auto. En deze auto is echt gebouwd van oerdegelijk iets kwaliteitstaal. Dan had ik me laten vertellen dat de auto's geheel of gedeeltelijk verzinkt zijn. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind de roest eigenlijk wel meevallen. Hij heeft wel roest, maar geen roest dat je gelijk met plaatwerk moet gaan lopen slepen. Maar ik denk wel dat je moet overwegen om je moet wat een en ander aanpakken. Als je nu niks gaat doen, bepaalde plekjes die doorkomen, dan heb je over een tijdje wel gaatjes. Even kijken wat daar doen ze hier. Ja. We zijn nu in Zwolle. In Zwolle is niet mijn homestad. Nou, voor de rest, remmen doet hij prima. Je kan goed remmen doseren. Geen trillingen, geen toestanden. Je precies wat hij doet. Duidelijk rempunt. Nou, het schakelen. Je moet hem wel. Je moet kunnen schakelen. Hè. Je moet wel zelfverzekerd moet je hem erin leggen. En ik vertel de koppeling. Die gaat wat aan de zware kant. Als ik met een dikke 3 liter diesel op pad ben met een handbak, dan vind ik het een hele normale koppeling. Maar eigenlijk voor een 4-cilinder 320c met 114 pk vind ik de koppeling wat zwaarder. Het kan zijn dat de koppeling gewoon vervangen moet worden of gesmeerd moet worden. Maar het kan ook wezen dat er wat anders aan de hand is. Dat weet ik dus nu niet. En dan zie je dat de tankmeter weer oploopt. En als ik het contact af zou doen, ja, dan zie je gewoon dat hij weer zakt. Heel grappig. Nou, voor de rest. Kijk, vergeleken met moderne auto's is de afwerking van het interieur niet super luxe. Maar aan de andere kant, dit is ook geen ordinaire plastic. Het is geen leer natuurlijk, maar... ik vind het een leuke liefhebbersauto waar je zeker een heleboel lol mee kan maken. Heel veel plezier kan hebben. Je zit er ook een keer veilig in en ruim. En laten we wezen, want de ruimte in het interieur is gewoon erg goed. Het is ook een auto waar je ook enorme afstanden mee kan rijden. Ik bedoel, kom er maar eens aan. En als je met het verbruik kan leven, ja, dan heb je gewoon een hartstikke leuke hobbyauto aan. Totdat de regeling werd afgeschaft, reed iedereen ook met LPG met deze auto. Want dat gaat hartstikke goed samen trouwens met deze motoren. Die motoren die gaan echt tonnen mee. Deze auto op 3 ton gelopen. Nou, dat is in principe helemaal niks. Van deze blokken rijden wel 6, 7 ton. Als je maar wat onderhoud aan pleegt. Nou, denk ik dat deze auto met die zwetende koppakking. Ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen hoe erg is dat. Is dat de erfenis van de afgelopen 15 jaar? Dan kun je nog een tijdje mee doorrijden. Maar eigenlijk zou je moeten schoonmaken, gaan rijden. En kijken wat je na 6 weken aan olie hebt. Als je weer zo nat is, dan weet je gewoon hoe moet ik koppen op vrij korte termijn gaan doen. En
alles zit er ook op en het werkt ook. Hè. Hier de ventilator. En kun je regelen waar je de lucht hebben ongeveer. Deze auto hangt wel vrij soepel in zijn veren, hè. Dus vrij soepel. Wat me opvalt van deze auto, dit is een grote auto, maar deze auto heeft een ontzettend kleine draaicirkel. Ik bedoel, dit is even een kleinere draaicirkel dan mijn huidige auto, een Skoda Octavia. Deze auto kan veel korter draaien. Nou, dat is natuurlijk alleen maar voordeel natuurlijk. Nadeel, hij blijft gewoon een lange, brede, grote auto. Wat ook een voordeel van Volvo's, er zijn er heel veel van gemaakt en rijden er ook heel veel van rond. De prijzen zijn best goed voor deze auto's en vanaf 1000 euro kan je ongeveer instappen. Deze auto doet 1500. Als de koppakking echt lek is, dan is het te veel. Maar goed, dat is echt een afweging die je dan moet maken. Een echt een mooie nette 3000-4000 euro rij je echt netjes bij, waar je niet al te veel meleur aan hebt. Je kan er ook een turbomotor in krijgen en een 16 klepper. En dan ga je echt vies hard. Maar niks is zo lange adem als deze klassieke 2300 viercilinder. Je kan ook een 6-cilinder krijgen, een PVR blok van 1600-1700 cc. Ik ben niet zo dol op dat blok. Dat blok gaat erg makkelijk kapot. De spanners van de kettingen is gedoe. Een beetje rottig om erbij te komen ook. Verder rest de oliekanalen in de cilinderkop zijn erg nauw. Dus gaat het sneuvelt dan als een nokkaasje voortijdig. En zuip als een tempo hier. Hè. Ik bedoel, dat ding loopt 1 op 6, 1 op 7. Nou, dat gaat helemaal nergens over. En om te zeggen van jongens, je hebt dan 200 pk, valt gewoon tegen. Als jij gewoon een 47 koopt met een 2 liter blok, die rijdt zomaar 5, 6 kilometer verder op een liter. En ja, heeft meer vermogen. En met een paar simpele trucs wordt het nog veel meer. Goed. Ik denk dat we al een redelijke indruk hebben van deze auto. Leuke auto, leuke hobbyauto. Deze auto is te redden. Maar het hangt wel een heel klein beetje vanaf. Is die kop ook echt lek of niet? En de kleine plusjes die links en rechts zijn. Ja, dat zijn wel dus de charme plusjes. Maar ik heb zelf nog wel iets van, ik kijk nog wel eventjes rond. Want er zijn meer van te koop. Maar voor hetzelfde geld heb ik eentje met een droog blok. Ja, dan hoef ik niet zo heel lang na te denken. Bedankt voor het kijken naar deze hele korte testreview van deze Volvo 740 en deze 87. Bedankt maar weer.